was van Inroos. En dit is Cato. En Cato is 10 jaar. En vandaag gaan wij samen de shampoot oefening doen. Klopt hè? Mm-hmm. Nou, ik heb een shampoot meegenomen om te laten zien dat je die open en dicht kon doen. Maar dat is je waarschijnlijk al. Ja. Wat zou er gebeuren met de koekjes als de shampoot dicht zit? Dan worden ze beschermd. Ah, dus de shampoot oefening die gaat over je beschermen. Dus die kun je doen als je bijvoorbeeld naar iets spannends toe gaat of naar een hele drukke ruimte waarvan je denkt van, hé, ik wil even beschermd zijn. Nou, bij je navel heb je een knopje en als je die dichtdraait, net als een shampoot, en dan moet je eerst even voelen of het open of dicht is, dan zet je jezelf eigenlijk dicht bij elkaar en beschermd. Deze kant is dicht en deze kant is open. Oké, nou laat maar even de camera zien, dan kan iedereen het goed zien. Deze kant is open en deze kant is dicht. Nou, en als je elke keer even, als je dat doet, voelt of je de goede kant op draait, weet je zeker dat je beschermd bent. Top!